En dan is het daar. Ho-oh, in de lucht. Wat een pracht van een Pokémon. Yo, Nintendo fans. Er zitten 10 legendaries, of mythicals, in nieuw Pokémon Snap voor de Nintendo Switch. En vandaag ga ik aan jou laten zien waar je ze alle 10 kan vinden. Dus doe dat duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. Om vrijwel alle legendaries en mythicals te laten verschijnen, moet je eerst de game uitspelen. En als je de game uitspeelt, kom je de eerste tegen. Namelijk deze Xerneas. De allerlaatste Illumina spot draait helemaal om Xerneas. En deze moet je dus eerst op de foto zetten voordat je de andere legendaries kan vinden. En voor de duidelijkheid, deze vind je hier. Op Aurus. En dan ga je hier naar de Illumina spot. Eén mythical kan je al eerder vinden. En dat is Shaymin in Florio Park. Oh, voor de duidelijkheid. Sommige legendaries kan je op meerdere plekken zien. Ik geef je hierbij gewoon 1 of 2 opties per legendary. De meeste kans voor Shaymin heb je overdag in het park. Heel soms zie je hem in het begin al. Terwijl hij rondloopt met Grookey en Pichu. Maar dat is nu helaas niet het geval. Hier ligt hij. Voor de eerste keer. Hier ligt Shaymin. Voor de duidelijkheid, dat is in dit stukje waar Grookey en Pichu ook liggen te slapen. Shaymin ligt dus lekker hier ook te tukken. En dat is eigenlijk als je net in het eerste deel komt, als je daar net voorbij bent, voorbij de dam. Of eigenlijk direct tegenover de dam. Een tweede plek waar je hem kan vinden is hier in het bloemenveld. En dan ligt hij daar ergens achter bij een kristalbloem. Hij is een beetje moeilijk te spotten. Even kijken, hadden we hier een kristalbloem? Nee, de kristalbloem ligt aan de andere kant. Kijk, daar ligt een kristalbloem. En dan maak je zo Shaymin wakker en dan begint hij lekker te rennen. Yo, Shaymin, where you go? Dus dat zijn 2 plekken waar je sowieso Shaymin kan vinden. Hij is ook nog te vinden in het Florio Park, 's nachts en op de Illumina spot. Dan, Ho-Oh. Daarvoor gaan we naar de Fireflow Volcano. Ho-Oh spant niet altijd op de eerste 2 plekken waar hij zou kunnen spawnen. Je moet namelijk gelijk naar de rechterkant kijken, hier zo. Je ziet hier een opening, een soort van licht. Je zag een Teleflame doorheen en daar is een Charmander aan het battelen. Met, of staat hij daar eigenlijk alleen? Dat kan ook. Hij spant namelijk soms hier. Dus hou je camera gereed. En hoop dat hij spant. En nu spant hij dus niet. Retry. Kijk, en nu spant hij wel helemaal in de verte. Een prachtige Ho-Oh. Het is een geweldige Pokémon. Supermooi. In het tweede gebied heb je ook een plek waar een Charmander zit bij een Kristalbloem. En dat is namelijk daar zo, volgens mij. Het zou kunnen dat Ho-Oh ook hier spant, hier tussendoor. Waarschijnlijk als hij bij de eerste plek niet gespant is, dan zou je hem wel hier zien en andersom. Dan moeten we nu even gaan scannen. We moeten naar de andere kant, we moeten naar de blauwe lava grotten. Dan ga je hier de grotten in. En nu moet je 3 veren gaan zoeken van Ho-Oh en daar een Illumina orb op gooien. De eerste zit ergens aan de linkerkant op de muur in de eerste tunnel. Als daar geen veer spant, dan spannen de andere 2 waarschijnlijk ook niet. De tweede ligt namelijk onder deze slapende Torkoal. Daar moet je dan een Fluffroot op gooien en dan gaat hij lopen. Onder hem ligt de tweede. Nee, die ligt er ook niet. En de derde veer die zal hier liggen strakjes. Ik ga in ieder geval even deze foto inleveren. Ho-Oh foto! Oh, en als je trouwens alle Pokémon in een regio op de foto gezet, dan krijg je een sticker voor op je boek. Soms spawnen die veren gewoon niet. Probeer het dan gewoon nog een keer. Het schijnt ook belangrijk te zijn dat je een foto maakt van Ho-Oh in het begin. Nou, daar is die weer. Kijk, nu is die er wel. De eerste veer. Hatsaflas. Dan gooi je daar een Illumina orb op. Hij begint dan te glimmen. Door naar Torkoal. Daar gooi je een Fluffroot op. Torkoal is wel een beetje langzaam. Om de car langzamer te laten gaan, kan je ook eventjes zo inzoomen. Dan gaat de car dus langzamer. En hoppakee. Veertje nummer 2. 2 keer draaien. En als het goed is, is daar veertje nummer 3. Jazeker. En dan is het daar. Ho-Oh. In de lucht. Wat een pracht van een Pokémon. Ah, deze is wel echt mooi, hè? Kijk hem afdalen. Super cool. Wow, kijk hem schreeuwen. Hoppakee. Diamond foto. Lekker. Door naar Mew. Daarvoor moet je naar de jungle. En in de nacht. En zodra dit level start, moet je je omdraaien en naar achter kijken. Dus dat is 1, 2. De muziek spelen laten starten. En als het goed is, kijk, dan zie je daar een orb. Daar moet je dus een Fluffroot tegenaan gooien. Fluffroetje. Nee, Mew is weg. Oh, Mew is niet weg. Het is toch gelukt. Daar was die. En dat is dus hoe je Mew op de foto zet. Dus die is makkelijk. Die zit gelijk aan het begin. Je moet alleen wel even Fluffroot raak gooien. Kijk, daar is die. Prachtige legendary. Mew en Celebi vind ik wel zo'n beetje de leukste
Mythicals trouwens. Mew is natuurlijk geen legendary. En we hadden het net over Celebi. Dus laten we doorgaan naar Celebi. Celebi is snel. Dus je wil de burst mode eigenlijk even aanzetten. Ik zet hem even op 4 foto's. Celebi is in de Ellsworth Forest. En dan zit altijd in het laatste stuk. Dus in het begin hoef je nog niet rond te kijken. We zijn aangekomen in het laatste deel. En hier, kijk, daar is hij. Daar is Celebi. Je zag hem al vliegen. Hij vliegt eigenlijk gelijk voor je. Even wachten op een mooie foto. Ja, die waren wel aardig. Cool. Yo. Ja, dat waren mooie foto's. Ga je omdraaien? Oh, ga je iets doen daar? Ja. Waarschijnlijk als je hem... Wow, wow, wow. Is hij nu weg? Ik denk het wel. Dat was Celebi. Daar is hij hoor. Ja, dit is een mooie. Dit is een mooie. Hij zit goed in het midden. Nice. De volgende gaan we vinden in de Ruins of Remembrance. Niet bij de Illumina spot, want daar is Xerneas. Maar gewoon bij de ruins. En die vinden we gelijk een beetje aan het begin. Want die vliegt als het goed is daar met de Eldegossies mee. Even kijken hoor. Daar komt hij. Zie je hem vliegen? Het is Jirachi. Hallo Jirachi. Wat cute. Wat leuk. Oh, dit is wel een leukert hoor. Nou, Jirachi kan je nog vinden op meerdere plekken in de Ancient Ruins. Bijvoorbeeld hier bovenop zit hij te mediteren op zo'n standbeeldje. Dit is het derde standbeeldje. En die kristalbloem die vond je daarachter. Dus dan zit hij daar lekker te mediteren. En voor de andere plekken moet je de guides op internet maar even checken. Oh, dit is de beste foto tot nu toe van de Legendary, denk ik. Deze Jirachi is leuk. Hoppakee, 5460 puntjes. Dan gaan we nu naar Suicune. En dat is een lastige. Je moet hiervoor namelijk 2 alternatieve routes openen. En die zijn in de Shiver Snowfields. Suicune zit in de nacht, maar je moet eerst overdag een pad openen. Je moet namelijk even hier naar links kijken. Als het goed is, zie je hier een Alolan Sandslash. Daar moet je de foto van nemen. En ietsje verder aan het beginstuk moet je weer naar links kijken. En dan een beetje achter die Bertik. Kijk, daar spant hij nog een keer. Nu moet je weer een foto van hem nemen. En dan gaat hij weer weg. Nu heb je dus een pad geopend. En die zit hier. Dus net voor die grot. Dit pad is er overdag. Maar dit pad is er nu ook, 's nachts. Trouwens, als je dit nou een chille guide vindt. Doe even dat duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren. Nu ga je weer naar de Shiver Snowfields, maar dan 's nachts. En nou ga je door het pad dat je net hebt geopend. Dus je scant hier weer dit gebied. En dan kan je weer hier door de ijsmuur heen. Nou is hier een Crabbominable die het leuk vindt om tegen bomen aan te slaan. Die loopt strakjes naar deze boom. En terwijl die staat op te laden, gooi je een Illumina Orb op zijn bakkes. Dan geeft hij een klap. Valt er sneeuw op Abomasnow. En als het goed is, zie je dan strakjes hier een Frostlass. Ja, hier zo. Daar moet je even een foto van maken. En dan krijg je dus weer een nieuw pad. Als het goed is, maakt die Frostlass dat nieuwe pad open. Kijk, die gaat nu daar naartoe. En dan denken wij van, oh, kunnen wij ook daar naartoe? Zeker kunnen wij daar naartoe. Op het moment dat je uit deze grot gaat, dan zie je hier allerlei Pokémon. Waaronder Avalurx, Mamoswines, Dewgong. Maar je moet eigenlijk focussen op deze Jinx. Daar moet je namelijk een Illumina Orb op gooien. Dat is nu gelukt. Kijk, dan gaat hij zijn handen omhoog doen. Yay! En dan als het goed is, komt hier Suicune straks aangerend. Ja, daar is Suicune. Kijk, die komt over het water gerend. Super, super dope. Dit is veruit de moeilijkste Pokémon om, om te triggeren. Jeetje, het is ook nog moeilijk om iets op hem te gooien, joh. Want door dingen op hem te gooien, krijg je hogere sterren. En daar is hij, hoor. Niet een hele mooie foto van Suicune, want hij rende net weg. Maar goed, we hebben hem. Oh, alsnog een diamond. De volgende zit op de Lantel Seafloor. En dat is Lugia. En die komt ook niet zomaar. Hiervoor moet je namelijk eerst ook een alternatief pad openen. En daarvoor heb je deze Clawitzer nodig. Ik heb dat al gedaan. Normaal gesproken, dan komt hij met je mee als je dus een Illumina Orb erop gooit. Kijk, hij komt al mee. Misschien komt hij wel automatisch mee, dat weet ik eigenlijk niet. En dan gaat hij zijn schade richten hier naar links. Dan gaat hij erop schieten, dat moet je even triggeren. En kijk, dan gaat hij dit doen, zo. En dan kan je er doorheen. Nogmaals, dit werkt pas als je de game hebt uitgespeeld. Eerder komt Lugia nog niet. En als het goed is, komt Lantern dan ergens langs. En op een gegeven moment ga je de grot uit met deze spikkeltjes. En dan kom je hier. En goed is om te letten op deze rok. Hier komt de Sharpedo aan en als het goed is komt er dan hier ook ergens strakjes een Lantern. En je moet een Illumina Orb gooien op die Lantern. Even kijken, waar is de Lantern? Daar is die. Nee, dat was Sharpedo. Lantern, where are you at, man?
Where are you at? Daar is die, daar is die. Oké, okay, daar moet je een Illumina Orb op gooien. Zo, hoppakee. Kijk, nu gaat hij blij doen. Nice. Gaat hij naar beneden. Ja, 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 ja. Dan zie je hier dus twee Frillishes. En dan komt er als goed is een Wailord strakjes aangezwommen. Dus even kijken. Ja, daar is die Wailord. En als de Wailord straks voorbij is, dan zie je het volgende. Ja, daar zit een Lantern. Die heeft daar problemen met Frillishes. Die Lantern die moet je hitten met een Illumina Orb. Ja, zo. Je moet de Lantern helemaal onder in beeld houden. En deze Lantern die gaan we nu volgen. Die gaat lekker hier naar beneden toe. En dan gaat hij daar naartoe. Super gezellig. Kijk, hij staat daar te wachten op ons. Hij is tevreden. Hij is blij dat we hem geholpen hebben. En Lantern gaat hier dan deze grot in. Die je waarschijnlijk al een keer eerder hebt gezien. Maar nu kan je er ook echt in. Hoppakee, scannen en deze kant op. En nu jongens, en nu. Nu wordt het echt leuk, want nu gaan we Lugia zien. Maar Lugia slaapt. En om hem wakker te maken, moet je eerst crystal bloempjes op hem gooien. En als je uiteindelijk een 4-sterren pose wil halen, dan moet je dus flufffruitjes elke keer op Lugia gooien als hij dan langskomt gevlogen. Of nou ja, gezwommen. Want ja, we zijn onder water. Het is een beetje weird. Hier is Lugia. Daar is die. Hoppakee. Oh, oh. Illumina Orb. Ja, daarop. En dan daarboven ook een Illumina Orb. Dit is een lastige throw. Nou ja, laat ik in ieder geval maar een foto maken van Lugia. Dan hebben we in ieder geval een foto. Ik weet niet of we nog die Illumina plant daar gaan raken. Ja, we raken hem nog. Kijk, top. En dan wordt Lugia wakker. Hey, Lugia. Super cool. Nu wil je Fluffroot op hem gooien. Dat moet je eigenlijk elke keer doen op het moment dat hij dus over je vliegt. In dit gebied komt Lugia dus nog een paar keer overvliegen. Of nou ja, nog steeds overzwemmen. Oh, en belangrijk om te weten, als Lugia niet triggert, je moet je level hier op level 3 hebben. Anders werkt het niet. Ik had ook dat probleem. Ik dacht, waarom komt Lugia nou niet? Dat kwam dus omdat ik nog maar level 2 was hier en niet level 3. Kijk, daar komt Lugia weer. Hatsaflas, die moet even raken met een Fluffroetje. Ik weet niet of het gelukt is. Oh ja, kijk, hij maakte een soort van salto. Oeh, dat was super cool. Dat was echt vet. Ik hoop dat hij nog terugkomt. Ik denk het wel, zo te zien wel. Ja, daar komt hij, daar komt hij, daar komt hij, daar komt hij. Ik hoop dat ik hem raak. Ik hoop dat ik hem raak. Hij is super hoog. Ja. Kijk. Oh nee, ik moet hem nu nog raken, denk ik. Ik moet hem nu nog raken, want ik moet hem nu boos maken. Ja! En dit is, als het goed is, de 4-star pose van Lugia. Hatsaflats. Nou, toedeledokie, het was hartstikke gezellig. En daar is die harde Lugia-foto! Nogmaals, dit level moet op level 3 zijn. Anders komt hij niet. Althans, die Lantern komt niet. Dus dan kan je niet verder. We gaan nu door naar Menefi. En daarvoor moeten we naar de Maricopia Reef. En daarvoor moet je de Evening selecteren. Er zijn twee manieren om Menefi te krijgen. En voor de eerste moet je die Crystal Bloom raken. Ja, top. Want deze inkees die zijn belangrijk. Kijk, die springen nu lekker in de lucht. Vervolgens zie je hier naast de draaikolk ook nog een Crystal Bloom. Daar gooi je ook een Illumina Orb op. En als het goed is, gaat Wailord dan straks duiken. Het lukt niet altijd. Het zou ook nog kunnen dat je een foto moet maken van die Vaporeon in het begin. Oh, kijk, ja, hij gaat duiken. Hij is naar beneden. Dan zie je daar in de verte Menefi. Als het goed is, gaan wij ook die kant op van Menefi. Laat ik nu alvast maar een foto maken voor de zekerheid. Dan hebben we er alvast één. En die is lekker hier aan het spelen met twee Inkeetjes. Let erop dat je wel een foto van Menefi maakt en niet van Inkee. Hallo Menefi. Hoi, ben je lekker aan het spelen, jongen? Hoi, hallo. Super cute ben jij. De tweede methode is bijna aan het einde van de level. Daarvoor moet je hier dit gebied scannen en dan de andere afslag nemen. Want je wil namelijk al deze Leprosses triggeren. Je wil Illumina Orbs gooien op al deze Leprosses. Even kijken of we de eerste al raken. Nee, de eerste hebben we nog niet. De eerste is namelijk super ver. Ja, die hebben we wel. Dan nu nummer 2 hier. Nummer 3 daar. Ondertussen wil je de muziek maar eventjes gelijk laten spelen. Want de muziek heb je ook nodig namelijk. Dus even kijken, we hebben ze allemaal gehit. Deze nog even hitten voor de zekerheid. Nog meer muziek hier aan. Die nog even hitten voor de zekerheid. Die achterste is wel echt moeilijk. Kom maar, kom maar. Nou, als het goed is, moet het sowieso al werken. En dat doet het niet. Ik denk dat ze toch allemaal tegelijk dan een
getriggerd moeten zijn. En dat is lastig. Anyway, mijn neffie moet dan hier tussen gaan zwemmen. Maar misschien kan dit gewoon niet allebei tegelijk in één try. Dat zou ook kunnen. Ik heb wel vaker gelezen dat de ene wel lukt en de andere niet namelijk. Maakt niet uit. Wij hebben de foto van mijn neffie. Lekker. En dan de laatste. En dat is Diancy. Daarvoor moeten we naar de Outerwear Cave. En die moet op level 3 zijn. En in deze grot wil je een behoorlijk stukje verder naar de kristalgrot. Je wilt daar naartoe. Dus voorbij dit water, die kant op en niet die kant op. Daarvoor moet je weer de omgeving scannen. Hoppakee. En deze kant. Vervolgens kijk je strakjes naar beneden de grot in. Hier zie je namelijk strakjes 3 Pokémon staan. Recht onder je. Een Mawile en 2 Carbinks. Die wil je alle 3 raken met het Illumina Orb. Dat is nummer 1. Dat is nummer 2. En dan hier nummer 3 Carbink. Yes. Die gaan dan een dansje doen. Zo. Ja. Leuk. Alle 3 geraakt. En dan komt hier rechts van deze Pokémon. Diancy. Hallo. Goedemiddag. Leuk dat je er bent. Die triggeren dus alleen... Oh, wat vet trouwens. Er gebeurt wel echt iets heel cools. Kijk dan. Maar die komt dus alleen als je deze 3 triggert met een Illumina Orb. Een andere mogelijkheid om Diancy te vinden is hier, in de plek met alle plantjes. En hier moet je alle 4 die Carbinks die daar zitten raken met een Illumina Orb. Dat is nog niet zo heel moeilijk. 4 Carbinks, allemaal raken met een Illumina Orb. Volgens mij heb ik er nu 2. Daar is er nog 1. De 4e die zie ik niet eens. Even kijken, waar is nummer 4? Of heb ik ze nou wel? Ja, hier is nummer 4. Dan zijn ze alle 4 hier naar voren gekomen. En dan moet je de melody nog eventjes afspelen. Dan gaan ze dansen. En dan... moet Diancy ook nog ergens komen. Maar je hebt best kans dat het ook niet allebei tegelijk kan. Of dat ik net te laat was met de melodie. Dat kan ook. Anyway, dit zijn manieren om alle Legendary en Mythical Pokémon te laten spawnen in nieuw Pokémon Snap voor de Nintendo Switch. Vind je dit een leuke video? Doe een duimpje omhoog. Deel met al je vrienden die ook nieuw Pokémon Snap spelen. En vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. Mazzel!